gemaakt. Die heb ik gemaakt. Ik maak er door de jaren heen al wat. Ik heb het nooit eerder gedaan. En het is een leuk hobby. Dit dagcentrum is voor mensen met geheugenproblemen en niet aangeboren hersenletsel. En dan is de doelgroep wat jongere mensen. Het beste is eigenlijk dat ze toch wel in een vrij vroeg stadium hier al komen. Dan is het makkelijker om hier te wennen en toch een veilig plekje te hebben. Waar ik woon in Vroomsoop is ook wel een dagbesteding. Maar dat is toch iets waar hij zich echt niet thuis voelde, omdat hij gewoon heel jong is. En ook voor jonge mensen is het gewoon heel belangrijk om begrepen te worden. Je bent hier onder je eigen mensen. En in huis zit je helemaal alleenig. Mijn vrouw gaat daar werken. En je kunt wel eens een keer naar je dochter gaan. En je kunt wel een keer naar je kennissen gaan. Maar die op een gegeven moment dan denken ze ook van, ah, daar komt hij hier. Er zijn bijvoorbeeld collega's die niet meer met hem praten. Of die hem echt uit de weg gaan. Van ja, hoe moet ik met iemand praten die dat heeft? Ik ken mensen die, en die lopen met een boogje om je heen. Die kennen je niet meer. Dan denk je van, waarom? En hier heb je, ja, als je een keer niet lekker voelt, is altijd een luisterend oor. Wij onderscheiden ons in de activiteiten die we doen. Dat hier wat jongere mensen komen. De mensen werken hier in de tuin, de mensen wandelen, fietsen. In huis, ja, ik probeer wel eens te schilderen, maar het lukt me niet zo helemaal meer. Ja, en dan gaat de verveling toeslaan. Dus hij wil mij helpen, terwijl het soms niet zo goed gaat om te helpen. Ik had helemaal geen hobby's. En toen zei iemand tegen mij, probeer dit eens. Als je dan iets lukt en het begint te komen, zoals dit ook. Je hebt een ruwe steen en je polijst hem. Dus die haalt er dit uit. Dat is toch leuk? Hij ziet het echt als een uitje, als een plezier en niet als een noodzaak. Dus in dat opzicht denk ik daar soms iets anders over. Als iemand een paar dagen hier op de stekkerkamp komt, wordt de mantelzorger toch wat meer ontlast. Dat ik mijn eigen gang een beetje kan gaan. Het is belangrijk voor de mensen zelf en het is ook belangrijk voor de mantelzorgers. Dat de mensen andere prikkels krijgen, dat de mensen gestimuleerd worden. Dat de mensen een dag uit huis zijn, dat als ze thuiskomen, dat ze dan ook nog wat aan hun partner te vertellen hebben. En hier heb je een besteding. Hier heb je wat te doen. Hier heb je, met allemaal mensen te maken die ook een handicap hebben. Want als je een arm gebroken hebt, kun je het zien, of een been. Maar je ziet het niet aan de mensen. Eenmaal in de week hebben we een groepje die naar de fitness gaan. We hebben zelf een fitnessapparatuur hier staan. Wij kunnen gebruik maken van de medici en de paramedici op de stekkerkamp. Dan kan de logopedist hier komen, de fysiotherapeut, de psycholoog, de ergotherapeut. We proberen ons wel aan te passen aan de mensen. Wat ze mooi vinden, wat hun hobby is of wat ze graag willen doen. Het stimuleert je erg. En het geeft toch een gevoel van eigenwaarde, wat je allemaal nog kunt. Ons streven is de mensen zoveel mogelijk zelf te laten doen. Het eten zover. Helpen met stofzuigen, eten klaarmaken, koffie zetten. Om hun te stimuleren, zo lang mogelijk toch nog gebruik te maken van de dingen die ze nog kunnen. En dan heb je ook nog het voordeel van dat het therapeutisch kan zijn. Bijvoorbeeld als je met klei bezig bent, dan moet je je handen gebruiken. Je moet kneden en het, ja, traint je spieren ook weer. Ze leren nieuwe dingen weer aan. En dat vind ik ook wel heel belangrijk, dat hij toch nog wel wat kan leren. Je valt in een heel andere wereld, een wereld wat je niet kent. Je hebt altijd je werk gehad en dan kom je hier. Het komt eng over, je kent het niet. Die drempelvrees, daar moet je overheen. Als je dat eenmaal gedaan hebt, dan denk je van, dat is leuk. Ik heb wat te doen. Ik vind dat toch wel dat je eerst even de eerste stap moet doen om, nou ja, naar een dagbesteding toe te gaan. En eigenlijk vind ik het ook heel belangrijk dat mensen eens beseffen van wat ze op een dagbesteding doen en hoe belangrijk dat voor mensen is. Je hebt ook het lotgenotencontact. Je kunt ook met de cliënt gaan praten van, nou, heb jij dat ook? En hoe doe jij dit of hoe doe je dat? Je hebt niet het gevoel dat je het alleen allemaal moet doen.
Hier is het van, nou, we gaan even koffie drinken, of we gaan eens even een eindje wandelen, of we gaan eens even dit doen, of we gaan even dat doen. Hij heeft natuurlijk weer dingen te doen, hij heeft structuur en hij vindt het hier gezellig. Ontspanning. Even de zooi van je afzetten. En niet nadenken, gewoon met je steen bezig.